2 augustus dit jaar. Een Poolse vrachtwagenchauffeur rijdt over de E19 van Antwerpen naar Nederland. Ter hoogte van Brecht stopt hij even om zijn benen te strekken. Maar dan gaat het snel. Vastgebonden en met een pistool tegen zijn hoofd moet hij mee. Een paar uur later slaat de bende voor de tweede keer toe. Nu op de E34 richting Nederland. Ze doen zich voor als agenten en laten een andere vrachtwagen stoppen ter hoogte van afrit Arendonk. De chauffeur en zijn bijrijder zien een blauw zwaailicht en denken nog dat het politie in burger is. Maar dan ziet hij mannen aankomen met wapens en bivakmutsen. Als hij schoten hoort, is er alleen een reflex. Wegwezen. De chauffeur belt direct de politie. Hallo, politie. Op dat moment rijdt de Audi met een zeer hoge snelheid voorbij. De vrachtwagenchauffeur spreekt met de politie af op de eerstvolgende parkeerplaats. En legt daar de agenten uit wat er precies is gebeurd. Ze spreken af om met 1 politieauto terug te gaan naar de plek waar het gebeurde. En dan, bij de oprit van de A67 in Eersel, ziet de politie een Audi A6 bij een vrachtwagen staan. Meteen denken ze dat er weer iemand wordt overvallen en dan lijkt de tijd even stil te staan. Met een noodgang vluchten de daders met de vrachtwagen en de Audi. Een grijze Mercedes Vito blijft achter. Het is nog steeds niet voorbij. Een kilometer verder stoppen ze langs de A67. De Poolse chauffeur wordt vrijgelaten. En dan ziet hij zijn vrachtwagen in vlammen opgaan. Het gaat zo hard dat zelfs 1 van die overvallers in brand vliegt. Uiteindelijk vluchten de daders richting België. Peter, ongekend geweld hier. Ja. 5 overvallers die dan met machinegeweren de politie te lijf gaan. Waar waren ze naar op zoek? Nee, misschien wel kostbare lading, maar dat zat in elk geval niet in deze vrachtauto's. Want 1 van die vrachtwagens, daar zat gewoon maar groente in. 1 ding is wel duidelijk natuurlijk. Dit zijn echt levensgevaarlijke, zware criminelen. Ja, en die al eerder hebben geprobeerd om toe te slaan. Ja, een week eerder hebben ze het geprobeerd. Maar nu, op deze maandag 2 augustus, is het eigenlijk de eerste keer dat ze zo duidelijk op Nederlands grondgebied in Eersel hebben geopereerd. Ja, en vooral daar hebben jullie vragen over, hè? Over hetgeen wat in Brabant afspeelde. Nou, dat moet eigenlijk wel wat opleveren, want bij Eersel, ja, er is zoveel verkeer. Ja, dat is een hele drukke verbindingsweg tussen België en Nederland natuurlijk. Het begint met die overval op die Poolse chauffeur in Brecht. Dan de tweede poging bij Arendonk. Vervolgens de schietpartij op de oprit van de A67 bij Eersel. En wij willen natuurlijk graag iedereen spreken die daar in die omgeving van die oprit heeft gereden. Op maandagmiddag 2 augustus tussen 5:30 middags en 8:30 s'avonds. Ja, want we hebben het over zware wapens. Dus ja. Mensen daar bij Eersel, die moeten toch iets hebben gezien of gehoord? Ja, het is behoorlijk flink kabaal geweest natuurlijk. Dus de kans dat er iemand is die daar iets gezien of gehoord heeft, is natuurlijk heel groot. Op dat moment stond zowel de politie daar op die afrit, maar ook die Audi A6 en de Poolse vrachtwagen. Voor alle duidelijkheid met een rode cabine en een grijze achterkant, anders dan in de reconstructie. En daar stond ook nog een grijze Mercedes Vito bij.
Maar heeft u iets gezien of gehoord van die schietpartij of van die vluchtende daders? Bel nu. Getuigen, hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Wat zo opvallend is, dat bij die oprit, dat daar alles uiteindelijk samenkwam van die wagens. Ja, en dat is werkelijk een bizar toeval. Want onze gewaarschuwde collega's uit België, die kwamen daar heel toevallig oog in oog te staan met deze overvallers. En wij willen natuurlijk weten of er mensen zijn die die Audi A6 voor die tijd, maar ook na die schietpartij misschien ergens gezien hebben. En het kan zijn dat mensen die Audi A6 misschien wel in combinatie met die Poolse vrachtwagen ergens hebben zien rijden. En waarschijnlijk met nogal wat haast. Ja, en waar kunnen ze de Mercedes Vito nog hebben gezien? Nou ja, dat kan natuurlijk ook in de buurt van Eersel zijn geweest, maar net zo goed ook op andere plaatsen in Nederland. Misschien was die Audi A6 toen ook wel in de buurt van deze Vito. Hoe dan ook, we willen iedereen spreken die zich deze Mercedes Vito herinnert op die maandag 2 augustus. Ja, en dan de Poolse vrachtwagen waarvan de chauffeur werd gegijzeld. Ja, en ook van die vrachtwagen willen we natuurlijk heel graag weten of er mensen zijn die dat gezien hebben. Waar die geweest is tussen ongeveer 5:30 's middags en 8:30 's avonds op maandag 2 augustus. Nou ja, iedereen die hem ergens heeft zien rijden, dat horen we natuurlijk heel graag. Ja, want nogmaals, daarna is hij en ook later uitgebrand teruggevonden. Ja, en dat was ongeveer een kilometer verderop. Inderdaad is hij helemaal uitgebrand. De chauffeur is daar ook gevonden. Die is daar uit die Audi A6 gegooid, zeg maar. En die is er gelukkig heel uit vanaf gekomen. Ja, die Audi A6 zoeken jullie nog, hè? Ja, dat is een marineblauwe Audi A6 met de nodige schade. Hè? Want de achterruit en een linker zijruit die waren verbrijzeld. En in de kofferbak moet minstens één kogelinslag hebben gezeten. Ja, het is helder. Belt u met elk beetje informatie dat u heeft, ook al is het nog zo weinig. 0800 60 70. En als u nou alle informatie over deze zaak nog eens rustig wil bekijken, kan ik me voorstellen, dan kan dat via onze website.